Luister, het kan me niet schelen wat je doet. En ik weet dat mensen alles doen wat God verboden heeft. En wat wij, zoals u op deze zaterdagavond in Scheveningen bij elkaar zitten, zelfs in onze stoutste fantasie niet kunnen verzinnen. Doe het. Maar maak het niet te gewoon, niet te truttig. Ik ben ook de weg kwijtgeraakt in de normen en waarden. Vroeger was het allemaal makkelijk, had je de normen en waarden van je vader en je moeder. En het waren dezelfde normen en waarden als van de kerk, de politieke partij, de krant, de omroep en de school. Dat was makkelijk en overzichtelijk. Wij hadden toch bruikbare vooroordelen. Wie niet voor ons was, was tegen ons. Mijn moeder kocht nooit bij V&D, want die waren rooms. Amsterdammers waren opscheppers, Rotterdammers dachten alleen aan geld. Alle Duitsers waren fout en homo's zouden wel genezen als ze een leuk meisje zouden trouwen. Nou, daar hebben wij in de 60's mee gebroken. Dat was goed, hè, want daarna moest je zelf na gaan denken, zelf beslissen en je eigen normen en waarden kiezen. En dat waren love, peace en flower power. En dat heeft ook niks opgeleverd. Behalve ongeëvenaard prachtige muziek. Dus werd de klok weer teruggedraaid naar de no-nonsense cultuur van de nieuwe zakelijkheid. Met het hele volk in aanbidding geknield voor de nieuwe afgod. Het terugdringen van het financieringstekort. En dan zep je verder. Van creperende negers in Zaïre naar het oetlullige Lucky Letters. Van de kille feiten van opsporing verzocht naar de hete tranen van spoorloos. Van het spijt me naar het spijt me voor geen meter. Van een groepsgesprek over anorexia naar een groepsgesprek over de betekenis van het groepsgesprek. Van de bloedige beelden van een open hartoperatie via de vernietiging van 80.000 biggen, wat ze nu heel vriendelijk ruimen noemen, naar een bomexplosie in Tel Aviv, waarvoor iemand dan de verantwoordelijkheid opeist. Een van de meest krankzinnige uitdrukkingen uit onze tijd. Wie heeft die 15 mensen vermoord? Ik, meneer. Ik ben verantwoordelijk.